We zien van de winter af, ja, tenminste, voor heel even, het weekendweerbericht met Live van de Prei voor dit weekend en natuurlijk ook de volgende week. Wie ziet het goed? Ik verwacht eerlijk gezegd dat we in het weekend te maken gaan krijgen met een noordelijke stroming. Dat betekent dat het wat kouder wordt, het wordt onstuimiger en we gaan winterse buien krijgen. Zeker vanaf vrijdagavond, zaterdag, dan valt er veel regen, maar later ook wat na de sneeuw. Want de bovenlucht wordt kouder. En zondag dan houden we gewoon dat buiengeweer met een stevige wind uit het noordwesten. Wie gaat het dan verder de volgende week? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het weer geleidelijk aan wat zachter wordt. Dus die koude lucht, dat is maar tijdelijk. En dan schakelen we over op dat kouder weer richting eind volgende week. Maar vanaf maandag tot en met eind van de volgende week hebben we toch te maken met wat zachter weer, geregeld buien. Dan weer regen, dan weer natte sneeuw, dan weer hagel. Eigenlijk zo'n beetje van alles wat. Ja, en wie dat verder gaat met het weer door Noor, richting de carnaval, door over de volgende week meer. Ik ben Lijf van de Prei, wilt u meer weten over het weer, kijk dan op landvanlimburg.nl. Tot de volgende week. Hoi!